realistisch gezien, je gaat niet alleen maar loopings trekken. Je gaat niet alleen maar elegante rolls doen als een militair vlieger. Je bent er voor één reden. De airpower leveren die wij leveren als Nederland. Deze prachtige dag staat in het teken van een belangrijke mijlpaal voor jullie zoon, dochter, broer, zus, vriend, vriendin. Met deze ceremonie sluiten we de elementaire militaire vliegopleiding die ze onlangs hebben gevolgd. En de prille vliegcarrière neemt vanaf vandaag een nieuwe vlucht. Ze vervolgen een typisch specifieke opleiding in Duitsland of Amerika of Italië. Wel iedere keer eventjes te realiseren dat het best wel leuk is wat ik kan doen en wat ik mag doen. Maar het is zeker niet niks, dus je moet het wel echt willen. De opleiding is zwaar, je maakt lange dagen, je moet veel opgeven. Als jij de hele MFO hebt afgerond, dan krijg je een diploma en daar staan dan ook je cijfers op die je op de grondschool hebt gehaald. Nu voel ik me nog niet een echte vlieger, omdat ik alleen nog maar de PC-7 heb gevlogen. En ik denk dat ik me pas een echte vlieger ga voelen als ik vlieg in de Chinook. Ik heb een fixed wing assignment gekregen, dus ik ga naar Shepard. Ik ga binnenkort naar Amerika, naar Alabama. En daar gaan de Nederlandse vliegers heen die Chinook gaan vliegen, Cougar en Apache. Het is leuk om de volgende stap te zetten. Ook weer omdat je natuurlijk in de volgende fase van je opleiding komt. Ja, het leven is hier wel heel anders. Ik had van tevoren best wel een beeld van Texas door films en series. En ik denk dat beeld wel redelijk dichtbij komt. Het voelt soms echt een beetje alsof je in een cowboyland bent. Mij lijkt het heel cool om een jaar te mogen doorbrengen in Amerika. Texas staat wat verder af van Nederland dan bijvoorbeeld Boston of een stad denk ik in het noordoosten van Amerika. Eigenlijk is het hele zomer hier wel boven de 40 graden. Dus dat is zeker wel iets waar je aan moet wennen als je uit het koude kikkerland komt. Het is een andere wereld. Ja, de vliegbasis hier is best wel groot. En ook Texas is best wel ruim opgezet. Dat is wel even anders dan in Nederland. Ik denk dat het vooral heel hard werk wordt daar. En de stijgende lijn die je hier eigenlijk inzet, om die daar dan eventueel echt wel door te zetten. Ja, je wordt dus naar Shepard toegestuurd met een fixed wing assignment, zoals ze dat noemen. Het heet Euro-NATO Joint Jet Pilot Training. Dus ja, hoe het eruit ziet voor ons is dat wij hier aankomen en je weet in principe nog niet wat je gaat vliegen. Dus dat kan F-35, MQ-9, de Reaper, Heavy of FAPE zijn. En FAPE is First Assignment Instructor Pilot. En dat zijn jongens die dan hier NJAP doen. En dan eerst 3 jaar hier blijven om instructie te geven. Alle FAPE's hebben in principe altijd een vervolgplek op de F-35. Die verdeling wordt in principe gemaakt vanuit Nederland. Dus dat heeft te maken met wat de squadrons in Nederland nodig hebben. Wat voor opleidingscapaciteit we hebben. Ja, het kan soms zijn dat de behoefte er ook is voor een MQ-9 vlieger. Het is een compleet ander vliegtuig dan F-35. Een compleet andere toekomst, om het even zo te noemen. Dus dat is zeker wel iets wat meespeelt. Je komt hier binnen op Shepard en dan begin je eigenlijk eerst met gewoon weer grondschool. Ja, maar het is iets meer toegespitst op het toestel wat je gaat vliegen. Dus je begint inderdaad weer met zo'n fysiologische week. Voor de T6 waar je hier op gaat vliegen. Ja. En dat is op Shepard is dat wel iets anders. We krijgen hier veel meer sims van tevoren. En je doet al een aantal sims met het opstarten van het vliegtuig en emergency procedures. Ja, je kan lezen over de emergency, maar als je opeens allemaal lampjes naar je toe gegooid krijgt en allemaal geluidjes zo van er is wat aan de hand. Dan kan je soms best wel even zeg maar verstijven als je dat voor het eerst ziet. Dan is het wel fijn als je het allemaal een paar keer hebt gedaan in een sim. Dus je leert daar echt gewoon in principe de basisprocedures. Maar om er echt heel goed in te zijn, denk ik dat je wel gewoon vaak moet kunnen oefenen en trainen om het scherp te houden. Dus als jij het goed doet in de sim, betekent nog niet gelijk dat je het goed doet in de lucht. Op het moment dat je vanaf de MVO vertrekt, dan denk je helemaal dat je het mannetje bent. Maar dan kom je hier en dan ben je eigenlijk weer helemaal niks, want je begint eigenlijk gewoon weer op nul. Het is altijd wel grappig. Je kan heel veel, maar je kan eigenlijk nog niks. Ik zie de MVO en Shepard en de B-Corps dadelijk in Luke. Zie ik als een ontzettend goede vliegopleiding waar je kan meten aan de beste. Dus er zitten hier 14 landen, 14 NAVO-landen.
die allemaal studenten en instructeurs leveren. Het bijzondere aan NJEPT is dat je dus al vanuit de opleiding al leert werken met andere culturen. In Amerika zit je in een flightroom met je instructeurs en brief je ook gewoon in de flightroom met z'n allen. Dus je kan ook heel veel van elkaar leren van andere briefings om er gewoon bij te gaan zitten. Dus het kan zomaar zijn dat als je een two-ship vliegt, dat ik als Nederlands student met een Amerikaanse instructeur vlieg en dat mijn medestudent een Duitser is met een Noorse instructeur. Wat is jullie tegenstelling? Nou, wij ook. Wat je vooral merkt is dat de Nederlandse studenten best wel veel voordeel hebben van de MVO. Je wordt best wel goed voorbereid op het eerste blok. Je begint als babyklas hier. Dan ben je iets meer, ben je vaak de designated driver en je moet vaak wat meer opruimen. En je bent gewoon babyklas, dus daar worden ook wel grapjes over. Dus je wilt gewoon zo hard mogelijk trekken tot je onder de 350 zit. Ja. Dan telt een keer twee. Dan is het twee frames. Ja, als de body van het vliegtuig. Je hoort ze allemaal praten over van alles en dan denk je van, oh, ga ik dit ooit leren? Gisteren wordt laatst gevlogen. En dan begin je op een tijd vooraf voor de vlucht. Meestal 5 kwartier, soms iets langer van tevoren met een briefing met je instructeur met wie je gaat vliegen. Thanks. Maar eigenlijk de hoofdlijn is bespreken van wat ga je precies doen. Welke factoren spelen een rol? Eventueel weer of andere factoren. Ja, so for today at Shepard, we tremendously got 0 knots. Sky is basically clear, good visibility, high altimeter settings. Other fields basically the same. Famous was showing scattered at 150. With the Dorcas we could see some few clouds building up, but they were transitioning to few throughout the day. Then winds pretty much 30 to 55 throughout the MOA. Copy. Dan spreek je een vaste tijd, spreek je af bij in principe bij de operations hoek. Dan check je eigenlijk uit, dan krijg je het nummer van de kist waarmee je gaat vliegen. Je moet even je handtekening zetten. Max 89 at 1, 121 BEO, DF 140. Trek je spullen aan, je vliegt met een G-boek en een harnas. Je neemt je helm mee, in principe neem je je kaart waar alle informatie op staat, neem je mee, checklist neem je mee. Vlieg dan ook met een iPad, dat is wel makkelijk, heb je alles elektronisch. Gisteren ook, hè. Ik ging take-off als number 2. Dus ik gewoon max power. En ik zie hem al langzaam weglopen. Ik dacht, kut. Dus ik give me one. Volgens, ik weet niet wat hij aan het doen was. Ik denk dat hij zijn power niet lekker had gezet of zo. Dus hij was best wel een beetje aan het kloten met zijn power setting. Ik zat ondertussen op 100 knopen. Dus ja, ik dacht, ja, maat, ik moet wel een keer gaan roteren. Dus ik trek dat ding van het dek af. Ik dacht, kut, ik kan natuurlijk niet heel hoog boven one gaan steken. Ja. Dus ik een beetje laag boven de baan, een soort van als een zwangere eend, zeg maar, een beetje, hoop dat één zo'n take-off gaat. Toen ging hij opeens take-off. Ja, toen raakte ik weer compleet stripped, want mijn full power was zijn 80% of zo. Ja. Ja. You know how fast you're going? About 90, sir. Het is natuurlijk ook als je op de KMA zit, dan kijk je maar naar één doel. En dan zie je af en toe soms, bijvoorbeeld als je op bivouac bent, zie je zo'n PC-7 overvliegen. Ah, dan sta je al vanaf de grond te kwijlen naar zo'n ding. Ja. Wij in het kasteel, dan sta je er met z'n allen op een rijtje je gasmasker schoon te maken. Te lachen, oh, dat was zo mooi. Oh, weet je nog toen? Of oh, weet je nog dat gebeurde? Of dat we weer uitgekoud door het kader. Lachen, man. Ik weet niet, het is eerder dat je hier naar de MVO terugkijkt. Ik bedoel, je gaat hier niet het bos in om een tent op te zetten. Ik zou niet zeggen dat ik het mis in dat opzicht, weet je. We zijn aan de KMA begonnen om uiteindelijk te gaan vliegen hier en dan straks op hopelijk een straaljager. Dus dat begint inderdaad op de KMA met dat je denkt, oh, mensen zitten op de MVO. Dan kijk je weer op tegen iemand die dan op de Shepard zit. En dan kijk je vanaf Shepard denk je opeens iemand die F-35 vliegt. F-35 waarschijnlijk naar het squadron en dan... Zo is er altijd een stap hoger te halen en daar kijk je altijd naar uit om dat te gaan doen. Ik heb een beetje zin in het jaar van letten. Oh, maat. Ik ben nu wel een beetje klaar met T6. Het is goed zo. Zelfs de T6 gaat niet langzaam, hè? Als je hier in Texas zit, ga je toch standaard wel wat dingen uit Nederland missen. Uiteraard natuurlijk gewoon familie, vrienden, vriendin.
Maar daarnaast zit je wel met al je goede vrienden die je hier maakt. En daar ook weer zit je ook weer allemaal in hetzelfde schuitje. Dus ik denk, nou, als je alles bij elkaar optelt, ja, je zal vast wel een keer in Nederland missen. Maar het is vooral voor een mooi avontuur. Ja, je begint dan op de flightline. Tijdens T6 leer je contactvliegen, instrumentvliegen, formatievliegen en low-level. De T6 is in principe gewoon een propellervliegtuig. Hij heeft wel veel meer vermogen dan de PC-7. De eerste keer in de T6 was ontzettend leuk, omdat ik eigenlijk al een tijdje niet meer gevlogen had. Dus je bent op een gegeven moment klaar op de MVO. En dan ga je binnen een bepaalde tijd ga je door naar de volgende fase van de opleiding. Dan switch je uiteindelijk van vliegtuig. Dus dan ga je van de T6 naar de T38. Dus dan ga je echt voor het eerst een straaljager vliegen. Dan ga je weer instruments vliegen. Maar ja, dat is natuurlijk heel anders, want je vliegt eigenlijk twee keer zo snel. Dus je moet ook twee keer zo snel denken. Ja, new tension spring. Je vliegt sneller, je doet iets meer oefeningen, al meer gericht ook op hoe je het vliegtuig inzet om ermee te vechten uiteindelijk. Het leukste verschil voor mij was met name het verschil in hoe de opleiding in elkaar zit. Dus op de MVO is het wat meer stapsgewijs. En hier doe je op je eerste vlucht doe je eigenlijk gelijk alles of doe je al veel meer dan je bijvoorbeeld op de eerste vlucht op de MVO deed. Op mijn eerste dollar ride hier heb ik meer gedaan dan op mijn laatste checkride van de MVO. Het kan soms wel zijn dat je, tenminste hoe het op de MVO begon, is dat je drie, vier kisten tegelijk gaat vliegen. En dan zit je af en toe met z'n tweeën, met z'n drieën in hetzelfde pattern bij het veld. Dat is op dat moment, omdat je net leert vliegen, is het al super druk. Maar dan kom je hier en dan zit je soms met 8 of 10 vliegtuigen in een pattern. Nu richting het einde van de T6 ga, richting het einde van de deel van de opleiding, dat het langzaam wat tastbaarder begint te worden. Dat je de tergenders die je ziet vliegen, dat je begint te denken van hey, over een aantal weken ga ik dat ook doen. Ik denk dat de tergenders sowieso een andere ervaring is dan de T6. Al is het maar omdat het natuurlijk een heel ander vliegtuig is. We zijn hier niet om alleen een vliegtuig een rondje te vliegen om de kerk en dan weer te landen. We worden uiteindelijk opgeleid als militair vlieger waar heel veel andere factoren bij komen kijken. Je wordt hier opgeleid tot militair vlieger. Aan het einde van NJET krijg je gewoon je Nederlandse wings en dan ben je een militair vlieger. Dan vlieg je op je eigen wings, dus dan ben je ook verantwoordelijk voor dat hele vliegtuig. Maar als je dan in de lucht zit en je bent druk bezig, dan is het soms wel even belangrijk om gewoon nog even naar buiten te kijken en te beseffen wat je aan het doen bent. Want het is ontzettend gaaf. En ik doe gewoon elke dag mijn best om te zorgen dat die F-35 wordt. Dropnight wordt hier groot georganiseerd. Het is vaak in een zaal met heel veel mensen en eigenlijk een soort van feest. En dat is de avond waar iedereen het ook krijgt te horen met een eigenlijk een soort van PowerPoint slide met eerst grappige informatie over zelf. Vaak is daar maar 10% van waar, maar wel mooi voor het verhaal. En dan switchen ze door naar eigenlijk een soort van video van welke kist je dan uiteindelijk mag gaan vliegen. En dat is een ontzettende ontlading. Op dat moment sta je er opeens zelf en dan op dat moment weet je voor het eerst eigenlijk je hele traject. Vanaf het moment dat je de selectie begint tot aan dat je op dat punt weet je voor het eerst eindelijk een beetje zeker dat je die kant op gaat, zeg maar. Het was voor ons wel heel leuk om die jongens uit de klas boven ons nu te zien, want wij hebben de meeste tijd met hen doorgebracht toen wij hier kwamen. Toen zaten zij eigenlijk aan het einde van de T6 en ze begonnen op de T38 en nu hebben ze dat bijna helemaal afgerond. Dan kikt het misschien ook een klein beetje meer in. Dat gaat wel bepalen waar ik de komende jaren van mijn leven weer ga spenderen. Ik kan me nog wel herinneren dat mijn moeder altijd zei zo van, dat ik me wilde aanmelden als vlieger. En natuurlijk als moeder is het dan zo van, oh god, moet hij dat wel doen? Heeft ze nooit gezegd, maar dat heeft altijd voor zich gehouden. En dan was het altijd zo van, oh nou, is weer een stap verder. Maar die volgende stap valt die vast wel weer af. Maar toen kwam ik steeds verder en verder. En dan uiteindelijk dat ik dan tegen mijn moeder kan zeggen zo van, ik mag de B-course in, ik mag de opleiding tot F-35 gaan vliegen gaan doen, dat was ontzettend mooi. Het volgende programma is nu de graduation. En dat is waar we onze militaire wings krijgen. Ja, dat is ontzettend gaaf. Maar dat betekent nog niet dat ik er ben. Realistisch gezien, je gaat niet alleen maar loopings trekken. Je gaat niet alleen maar elehonderrols doen als een militair vlieger. Je bent er voor één reden. De airpower leveren die wij leveren als Nederland. En dan kan je natuurlijk niet in je eentje de wereld beter maken. Maar je kan er wel een bijdrage aan leveren. Voor mij heeft het gewerkt op de manier zoals ik het aangepakt heb. En ik denk dat iedereen daarin wellicht zijn eigen weg vindt. En als jij ook maar enigszins interessant vindt om te vliegen bij Defensie, dan zal ik het sowieso proberen om die keuringen te doen. Kom uit je zolderkamer en ga in de omgeving vragen hoe het in elkaar zit. Want dat gaat je heel erg helpen. Lekker stap voor stap alles bekijken, ja.
ik denk dat je heel lang naar iets toewerkt, heel veel traint. Dat het moment waarop je het dan in uitvoering mag gaan brengen en dat het echt iets betekent voor iemand anders, dat gewoon persoonlijk gewoon mooi is, ongeacht wat je daar dan precies gaat doen. Als je het echt wil, dan kan het echt wel. Dus ik denk dat je een realistisch beeld moet hebben van, oké, het is een heel tof avontuur, maar ik ga er heel hard voor moeten werken.